Goedemorgen, wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Vandaag is het maandag en vandaag heb ik best wel een drukke planning. Ik ga zo weg namelijk, het is nu 2:50, over 10 minuten moet ik weg. Dan heb ik afgesproken met Ian en dan gaan we even winkelen in Rotterdam. Daarna ga ik wat met Ian, Jamira, Kaya, Ilona en Luna wat eten bij Fabiano. Want vanavond gaan wij namelijk naar de Hitkrant Hittegolf Awards. En dat is in Rotterdam en daar heb ik super veel zin in. Dus jullie gaan mee en ik heb net alles gepakt. Jullie zien daar alles wat er is. Mijn jas, mijn tas, whatever. Oeh, ik ben niet scherp. Oké, ik ben weer scherp. En jullie gaan vandaag gezellig weer een weekje met me meelopen. Dit voelt echt net alsof jullie stage of zo bij me lopen. Want ik laat van alles zien en doe en whatever. En dat vind ik wel leuk. Dus let's go to a brand new good day. Een hele snelle outfit of the day. Ik draag dit deze sweater van H&M. Mijn Zara broek. En mijn legervent. Die vond ik weer awesome. Dus dat draag ik vandaag. Inmiddels heb ik me even omgekleed in iets anders, want ik had het warm. En Nikita is hier aan het eten. En haar pasta is hard. En ik ben ook met Kaya en Ilona. En wat? En Ian. Woe! Wat heb jij? Ik heb gewoon margarita. Oké, en ik heb salami. Oké, top. Black tea, peach vanilla. Echt lekker. Dit hebben we. Yeah. It's pizza time. Ik heb pizza salami en jij hebt pizza margarita. Eet smakelijk eentje. Hi! Oh my god. Hey, hi! Hi! Oh my god, ik wil ook in de vlog! Wie? Oh, wie?
Martijn, Stijn, Enzo Knol, Dominique Schule, Rutger Vink, Thomas Cox en Willem van Kooten. Ze waren alle 7 genomineerd en eerlijk gezegd, ze hebben allemaal een super toffe klok. Maar helaas, er kan er vandaag maar 1 de winnaar zijn. En daarom houden we jullie niet langer in spanning. Volgende maand. Ga het openbaar. Ik mag iets vervangen. Ja, ik mag iets vervangen. Nee, nee, nee. Ik heb een award gewonnen. De winnaar. Rutger. Van. Rutger. De Horst Vlog is. Van Marian Broekman. Ja, oké. De volgende hunsla.
weer. Kei van de Voort. Helemaal dood, hè? Nou, nou, nou. Jij? Jay? Yeah.
Tim is 16. Die zal wel leuk. Zeker. Oh, dit was enorm spannend. En zelfs wij hadden geen idee om welke kant het zou gaan. Maar inmiddels hebben we een winnaar. Samuel, zou jij misschien een applaus aan kunnen maken? Zo kaai. Diner of zo, en ik heb een bananenmilkshake. Wow. Met Twister fries. En wat heb jij? Madness Passion. Madness Mojito? Passion. Passion Mojito. Nee. Tom? Passion Madness. Madness Passion. En we zitten hier bij deze Amerikaanse diner te chillen. Ik ga jullie trouwens nu laten zien wat er allemaal in die goodiebag zat van de Hittegolf Awards gisteren. Het zat dus in zo'n katoenen tasje en op zich vind ik dat best wel handig. Er staat de Hittegolf Awards 2016 en dan Bubbly. Dan ga ik het nu omkieperen. Oké. De helft geef ik gewoon weg naar mijn moeder. Want dit gebruik ik allemaal niet. Als eerste Girls. De hitkrant met de hittegolf erop en dus Kai geworden. Een kortingsvoucher van de webshop Bubbly voor 5 euro korting, maar dan moet je wel iets van 25 euro hebben uitgegeven. Een soort van invisible bibberding, whatever. Een drinker, dit is van Allemundeleur ofzo. Ik ken het merk niet, maar het zal wel. Een nagellakje van Essence. En dit is dit is de naam. Heeft dit een naam? Nee, het heeft geen naam. Maar het is gewoon Essence Gel. Bla bla bla. Dan dit paletje van Nua. Deze Baby Lips. Het is in de geur Peach Kiss. En dan dit van der Hoog, Dr. van der Hoog, masker in Crazy Cupcake. En daar stond ook zo'n fotobooth stand waar je foto's kon maken. En die ga ik jullie ook nu laten zien. Ja, met Nikita en Kaya, die vind ik super schattig. Deze. Wow. Deze met Ian. En deze met de hele groep met wie we waren. En dat is... Ines, ik, Nikita, Angelique, Kaya, Ruby en Angelique. En ik ook. Oké, zoals jullie kunnen zien ben ik al thuis. En ik ben mijn camera aan het veranderen. En
Nu staat het bord van Tipi hier bij mijn raam. Het is niet af, kijk, maar hier staat mijn tv en de onderkant moet opgeruimd worden. Hier achter mij, dat is teringzooi. En hier achter staat mijn bed. Maar ik ben aan het facetimen met... Hoi Denise! Hi. Yay, met Denise! En ze was er... Nee, ik ook niet. Maar zij was er gisteren ook. Ze staat heel... Oh, ik was er gisteren ook. Ja, klopt. Ze was er gisteren ook. En heel veel mensen... Ze staat heel vaak op die site. Ja, echt heel erg. Met foto's en zo. En dit is ondertussen mijn schade op mijn bed. Ik ga zo meteen deze Oreo even leegvreten. Wat vind je ervan, Denise? Van wat? Dat ik zo meteen dit helemaal ga opeten. Ja, dat vind ik niet fijn, want ik wil ook. En sinds jaloers, want ik heb een handtekening van Leeuw Kleine. Ja, godverdomme, die wil ik ook. Sorry, ik word er gewoon agressief van, maar die wil ik echt heel graag. Ik ga even harder zetten, volgens mij is hij heel zacht. Oh, die is ontwikkeld. Oh. En dit vind ik ook ineens terug. Oh, en... Goedemorgen. En trouwens, koop dit niet. Dit is tering ranzig, die mock cake stracciatella. Goedemorgen, wat leuk dat je nog steeds kijkt. Het is vandaag woensdag. En ik ben wakker geworden en ik had barstende koppijn. Dus wat ik nu heb gedaan, wow, is ik ben op mijn telefoon, ben ik de vakantievlogs van Manon Tilstra aan het kijken. Want ze gaat naar, ze is naar Miami gegaan en er staan nu 3 vlogs online. En ja, ik heb nog helemaal niet mijn kamer laten zien. Oh god, onder je, ik word... Elke keer word ik onscherp, dat is vet kut. Oké, dit is zo hoe mijn kamer eruit ziet. Ik ga dat nu filmen voor een roomtour. Het is nog niet helemaal af, want kijk daar. Die is rommel. Ja, ik wil eigenlijk ook nog een Q&A opnemen, maar dat ga ik allemaal binnenkort doen. Maar dat denk ik dat ik dan met mijn spiegelreflex ga filmen. Deze baby ga filmen. En ja, het is vandaag een brand new day. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik ben onderweg met mijn moeder en mijn zus. We gaan vandaag lekker ontbijten bij de IKEA. Lekker, een ontbijtje. We hebben pancakes. Nog meer pancakes, nog meer ontbijt. Ik heb een cappuccino en ik heb half volle biologische melk. Dit gaan we lekker eten. Dankjewel, mam. Het is nu 12:55 en ik ga zo lekker knallen met video's opnemen. Ik moet in totaal 3 video's hebben opgenomen vandaag en morgen. En vandaag ga ik er 2 opnemen en morgen eentje. Wat ik nu ga doen is een Q&A filmen, want ik had nog wat vragen van mensen. Even naar mijn foto's, want ik heb ze gescreend. Kijk. Allemaal vragen voor de Q&A, dus die ga ik nu beantwoorden voor jullie. Oké, het is vrijdag. En wat gaan we doen? Pokémon vangen! Natuurlijk. We moeten wel een beetje meegaan met de trend, dus we gaan Pokémon. Nee, dan moet hij daar gelopen. Dus dan moeten we wel een beetje meegaan met de tijd dat we wel Pokémon's moeten vangen. En ik heb een outfit aan om Pokémon's te vangen. Dus, en Quinty is net op die berg hier achter mij gevallen. Hey, dus we gaan lekker op Pokémon jacht. En dan zien we jullie zo weer. Nou, hoe bedoel je een mooi stukje natuur? 2 koeien in de wei, yay! We lopen nu in Delfzijlhout. En ondertussen is Quinty hier selfies aan maken. Helemaal. Jawel. Kijk hoe mooi deze koeien. En nou, we gaan nu verder lopen, want we hebben al 2 Pokémon gevangen. Hey, sir! Hey, schat! Doei, koe! En ondertussen lopen we. En ondertussen ben ik ook aan het snapchatten. Aan de wandel steeds. We zijn in het prachtige Delft. Waar geen zak te beleven is. Is er enige natuur?
Maar ik ben wel blij met de natuur, want in Delft hebben we best wel een heel groot natuurpark. Genaamd Delftse Hout. Kijk uit, er staat bijna de poep. Gadver. Ja, daar moet je wel voor uitkijken. Kijk, dat laat ik niet zien, want anders, als iemand nu zit te eten, vind ik zielig. Heb je de wee gevangen? En inmiddels hebben we al iets van 3 of 4 Pokémons gevangen. Hoeveel? 7? Jay, mij knip je eruit hoor. Ja, dan moet je ook een beetje weg gaan lopen, want... We hebben 3 of 4 Pokémons nu al gevangen en we gaan er nog heel veel vangen. Niet letterlijk, maar wel figuurlijk. En ja, we gaan nu verder lopen door een bos. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en het is nu al best wel laat. Het is nu al 21:54. Ik heb de hele dag niet gevlogd omdat ik gewoon vandaag de hele dag lekker in bed heb gelegen, video's heb gekeken. En dat vond ik niet heel interessant voor jullie. Maar ik heb wel een ander leuk dingetje. Deze vlog die jullie nu zien, die loopt niet tot zondag. En de volgende weekvlog begint dus niet op maandag, maar op dinsdag. En dat komt omdat ik een dag extra voor jullie uitgebreid ga vloggen. En ik ga dit weekend met mijn vader op stap. En dat wil ik allemaal vastleggen met een hotel en dat soort shit. Maar dat vond ik gewoon niet leuk voor deze vlog. Dus deze video zien jullie gewoon op maandag. Maar met helaas de beelden niet achter van morgen. Die komen, die vlog komt op woensdag online. Dus over 2 dagen overmorgen een nieuwe vlog van hoe deze zondag en maandag eruit kwamen. En die volgende week komt ook niet de beelden van maandag erin. Maar dan begin ik een keer de weekvlog op dinsdag. Dus dan weten jullie dat. Dus bij deze zeg ik tot de volgende keer. En tot woensdag bij een nieuwe vlog. Doei doei!